beetje zenuwachtig. Want je weet, nooit hoe, dit is de eerste keer voor mij om hier met zo'n groep mee te gaan. We hebben elke week getraind en we zijn 2 weken naar Oostenrijk geweest. We trainen normaal op de borstelbaan, dus dat was zeker goed ook om de mensen te leren kennen hoe het in Korea allemaal gaat zijn. Nou ja, waar ik van hou is dat je onder beperkingen of wat dan ook met je lijf en met je wezen in actie kan komen. En dan vind ik dit een levend voorbeeld elke keer opnieuw dat je denkt, ja, met die mensen, Nee, kom in actie. Of met een sport, of met een ding vol enthousiasme, dezelfde jaloezie, dezelfde liefde, dezelfde onzekerheid als jij en ik. Maak je nou kans op een medaille, denk je? Ik hoop het. Ze zeggen wel van, het is belangrijker dat je meedoet dan dat je wint. Dus daar ga ik ook vanuit.